Nieuws, imponerende Koda Ira eerst op sprintafstanden. Imponerende Koda Ira eerst op sprintafstanden. Er staat momenteel geen maat op Nao Koda Ira. De 31-jarige Japanse lijkt iedere week beter te worden. Bij de wereldbeker in Stavanger kwam ze op de 500 meter in 37,08 over de eindstreep, een wereldrecord voor lage landbanen. Ruim een uur later won ze ook de 1000 meter in een baanrecord. Die 1000 meter werd gedomineerd door de Japanse vrouwen. Koda Ira won in 1.14,33 en landgenote Mio Takagi eindigde als tweede in 1.14,79. Heather Bergsma pakte het brons, maar ze kwam met 1.15,04 niet in de buurt van de winnende tijd. Leestra vierde, Wüst veertiende. Leestra, die in de ochtend nog de 500 meter won in de B-groep, eindigde op de vierde plaats. Ook zij kon niet helemaal tevreden zijn, want de afstand tot de Japanse vrouwen was groot. Leestra finishte in 1.15,36. Voor Irene Wüst verliep de 1000 meter teleurstellend. De zilveren medaillewinnares van de Spelen in Sochi werd 14e, 1.16,73, op bijna 2,5 seconden van Koda Ira. 500 meter. Koda Ira kwam op 500 meter in de slotrit in actie en reed tegen Olympisch kampioene Lee Sangwa. Maar bij het ingaan van de tweede bocht was het verschil tussen Koda Ira en Lee al erg groot. In de uitslag werd dat nog eens bekrachtigd, Lee werd zevende op exact een seconde van de winnende tijd. Het oude wereldrecord voor lage landbanen stond ook al op naam van Koda Ira. Bij de WK-afstanden van vorig seizoen noteerde ze 37,13 in Gangneung, de Olympische ijsbaan. De prestatie van Koda Ira overschaduwt het sterke optreden van de Canadese Marcia Hudi, die met 37,87 de tweede tijd van de dag reed. Het brons was met een tijd van 37,96 voor Vanessa Herzog. De Oostenrijkse sprinter bleef Britta Nibo er niet voor.